Ja, we starten weer op dit scherm bij Darkest Dungeon, want weet je nog dat ik zei dat ik geen mods meer zou doen? Ja. Ik weet het. ik zit alleen te twijfelen of ik de... Ja, weet je wat? We gooien ze gewoon allemaal in. Ook al gebruik ik ze niet. Why not, weet je? In het ergste geval zegt de game zometeen van... En doet hij niks en dan gooi ik de mods zelf totdat hij het weer wel doet. En in het beste geval hebben we extra classes, extra dinges en noem maar op. Nou, dit zijn eigenlijk nog niet eens de beste classes die er zijn, maar dat wil ik eigenlijk ook nog niet... op dit moment nog niet aanraken, zeg maar. Want dat zijn echt wel uitdagende classes die echt de echte pro's moeten hebben. En, ik weet niet of jullie mijn gameplay gezien hebben, maar ik ben geen... Bro. The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin here. Okay, sure. Even kijken, want het probleem was namelijk dat hij is nou level 5. En ja, kijk. Nou, deze wilde hij wel doen, maar dat was deze dan. Deze wilde hij niet doen. Kijk, nou wil ik niet met hem naar de Warrens gaan, laten we daar duidelijk over zijn, maar ik wil gewoon die drempel wil ik weg hebben. Oh, Long Apprentice, dat is misschien wel interessant om een keer te doen. Maar ik denk dat we er goed aan doen om een... Dit is allemaal veteran. Het probleem is, we hebben medium apprentices en dat zijn deze. Weet je, we gaan dat gewoon doen. Was onze antiquarian, die was alweer goed, hè? Ja, die was alweer redelijk goed, dus die gooien we er gewoon in. Ik kijk er tegenop, zeg maar. Dit was medium veteran. Dit was ook medium veteran. Dit is medium apprentice, skilled wizard hack, dat wil ik niet doen. Dit is medium veteran. Poep. Dit is medium apprentice. En dit is ook medium apprentice. Ja, ik moet er gewoon heen. Ik heb weinig keuze, want de rest, ik moet met... Tenzij ik de Warrens ga doen. Dat is misschien wel een idee. Dat is Short Apprentice. Ik weet dat Long, dat altijd wel wordt gezegd van, doe dat niet. Want dat kan pijn doen. Dat eist echt heel veel. En dat levert niet veel op. Nee, we gaan gewoon deze even doen. Misschien dan meerdere achter elkaar om gewoon even wat geld bij elkaar te krijgen. Maar goed, dat zien we dan weer wel, weet je. Ik bedoel, het is wat het is. Wat gaan we... Even kijken. Gaan we deze flagrant dan meenemen of niet? Ik wil deze eigenlijk... Ik wil die nieuwe flagrant wil ik wel een beetje geüpload hebben eerlijk gezegd. Heel... nee, dat is wel goed op zich. Waar wil jij het liefst staan dan eigenlijk? Een van de eerste twee plekken. Hallo? Game? De game heeft er gewoon geen zin meer in. Die is gewoon lekker vastgelopen. Oh boy! Nou, dat was even eng. Nee, deze had nog geen. Ik weet niet of ik...
Ik weet niet of ik een bounty hunter kan meenemen naar de warrants. Oké. Dan sowieso die. Die. Dan wil ik eigenlijk een bounty hunter of een. Wacht, de grave robber doet ook dingen, hè? Weet het? Doet ook bleed, toch? Even kijken, hier. Nee, die doet geen bleed. Ik dacht dat hij ook bleed deed. En die doet blight. Nou, dan is het sowieso geen idee om die mee te nemen, want dat is gewoon gevaarlijk. Want bijna alles is hier tegen blight bestand, dus dat is geen goed idee om die mee te nemen. We pakken gewoon. Waar zijn ze? Waar zijn mijn bounty hunters? Daar zijn mijn bounty hunters. Maar. Oké, dit is degene die ik kan maken. Dus dat is op zich wel vrij belangrijk dat. Hitter is hier, ja, dat is een marker. Dus dat is een goede. Dit kost veel te veel geld. Nou, wat gaan we niet doen? We gaan tenminste niet het risico lopen om wel even bij hem unlocken. Dat komt hitter. En dan die flashbang is niet zo. Finish him is een goede. Dit is gewoon een hele goede in combinatie met alles eigenlijk. Deze veroorzaakt ook bleed. Dat is misschien wel veel interessanter om te hebben in plaats van deze. En dan in plaats van die, in plaats van die. En dan. Waarom eigenlijk? Wat is de dingen die. Dus die kan ik beter zo doen. Deze kan hem ook stunnen, dus dat is een goeie. Oké, top. Maar wil ik het? Jawel, ik durf het risico wel te nemen met hem, toch? Jawel. Provision. Het is toch een medium, dus moeten we alleen eigenlijk de dingen hebben. Food. 8, pak ik 10, dat is het gemiddelde. 2 van die. 2 van die. 2 van die. En dat is het. We gaan geen torches meenemen. Het is een short run. Dan moet ik wel de goede selecteren, by the way. Want ik heb nou weer de verkeerde geselecteerd. Dat zou bijna weer fout afgelopen zijn. En dat zou echt niet goed gelopen. Dat zou echt gewoon funest zijn geweest. Eerlijk gezegd. Short runs. Oké, top. 10, 2 van die, 2 van die, 2 van die, en ja, laten we maar gewoon doen, denk ik, hè, ja, cause why not, ja, oh mijn god, echt. Ik hoop dat ik straks nog een short apprentice kan doen, dan voeg ik die samen. Of niet, dan wordt het verschillende afleveringen, dat kan ook nog, dat weet ik niet. Maar ik hoop eigenlijk dat ik bij de volgende in ieder geval de... Want dit is natuurlijk nou nog de oude save-file, zeg maar, zonder de... To prosecute our war against the swine, we must first scout the squalid homes. Fijn. Top! Oh wauw, we gaan gelijk maar gewoon beginnen met dingen, ja? Nice. Ah!
wauw. Ik was vergeten dat zij... Wat? Waarom? Oh, wauw. Jesus. Er zit overigens ook een mod dat dit niet doet, maar dan vind ik... Er is ook een mod wat ik de dingen weghaalt, zeg maar. De... Oh no! Oh no! Dit is hupla. Wat? Waarom is zijn marks en al af? Hoezo is zijn mark? Oh wow! Twee keer butcher's cut achter elkaar. Dat is echt wel. Dat is echt wel heel bruut. Moet ik heel eerlijk zeggen. Jesus. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Dat is echt wel heel bruut. Ja, hier. Wauw. Ja, die twee keer butchers cut heeft hem echt zeer gedaan, hoor. Dat moet ik eerlijk zeggen. Oh, flagrant. Double bleed, dat is in principe is die dood. Wow, what the hell? Geluid? Hallo? Game? Nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ik had misschien wel wat meer dingen moeten meenemen op damages, maar goed, dat komt wel goed, daar ben ik niet zo bang voor. Het is gewoon zo meteen een paar heals doen en dan. Blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. Hoe kan dat nou? Bedenk nou net als... Oh. Oh. Geen dubbel, maar geen dubbel. Nog steeds niks. Maar goed, wat ik zeg, deze gaat ook gewoon helemaal gedaan worden. Oh. Fijn. Top. Goed gedaan, jongen. Echt. Jezus. Echt sommige van die kneuzen, hè? Ja, joh. Hoe zou dat nou toch komen? Echt serieus, wat de hel? Ik moet ook eerlijk zeggen dat het. Ik heb niet meer. Ik heb die mods erop gezet. Maar ik heb niet gekeken wat. Ik had misschien wel wat meer eten mee moeten nemen, denk ik. Wellicht. Wellicht. The darkness holds much worse than your trickery. Oh nee, leren kut. Dit is slecht, dit is slecht, dit is slecht, dit is slecht. Misschien niet helemaal trouwens, hoor, maar... Het is zeker niet goed. Oh no. Oké. Nice. Good job. Oh, crap baskets. Nice! Jij moet naar voren toe, vriend, want jou heb ik gewoon voor nodig. En jij moet zo meteen echt... Jij moet naar achter. Jij moet echt naar achter. Oh my god, dit gaat zo fout aflopen.
Heb ik hier een blunder meegemaakt? Heb ik hiermee een... Oh my god, stop met dat hoek! Oh my god! Stop! Waarom mogen ze allemaal 500 keer achter elkaar, maar de mijne niet? Serieus? Oh my god. Echt. What the fuck? Iets verder naar voren jij, alsjeblieft. Dankjewel. Dat is niet erg. My god. Nee. Nee, nee, nee. And now the true test. Where the hook where it hurts. Fuck you. Stop ermee. Oh my god. Echt, serieus. Nou, dan mogen hun weer 500 keer achter elkaar zometeen. Nou, goede keuze geweest om dit te doen, want echt, ik ben nou al helemaal... Dit zorgt nu al voor meer entertaining content dan mensen gedacht hadden, denk ik. Oh my god, echt serieus. Oké. Hij moet echt geheeld worden. Voor de rest red ik het wel, denk ik, hoor. Oké. Ik denk dat ik het nou wel weer red. Maar ik had bandages moeten meenemen, sowieso. Wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Oh, fijn. Light. Top. Zucht. Oké, deze zijn niet zo... Nee, kom op! Damn it! Die hoek where it hurts, dat is zo een klote aanval. Oh fijn, top, echt serieus. Oké, mooi. Brilliant confluence of skill and purpose. Dit is beter. Dan ben ik vrij gerust. Top met, oh my god. Doe het niet. Echt serieus. Hij heeft zowel bleed als dingen. Teetering on the brink, facing the abyss. Oh my god, echt serieus. Ik heb hier een fout meegemaakt. Dit is... Waarom? Waarom zijn ze in één keer... Brrr, we kunnen allemaal tegen bleed. En kunnen hun... Oh mijn god. En ze veroorzaken ook allemaal... Veroorzaken ze ook allemaal dingen. What the fuck? What the fuck, joh? Oh, fijn, eindelijk een keer iemand die een... Oh my god. Echt, iedereen is gemarkt, iedereen bleed of wat dan ook. Jesus. Oh my god. Really? As life ebbs, terrible heal themselves. Oké, hij is er in ieder geval aan zometeen.
heel onze vriend die op de Death's Door staat met bleed. Echt serieus, want... My god, vriend. Echt serieus. Hoek werkt het. Ik moet echt van die gozer af met die hoek. Die hoek, die doet zoveel zeer. Waarschijnlijk omdat het bij Mark hoort. Oh! Sure! Sure, jongens. Laten we gewoon even... Anders... Oh mijn god, serieus. Wat de hel, man. En hier dacht ik van, ah ja, dit gaat even een simpel ritje worden. Niks is ooit simpel in Darkest Dungeon. Niks is ooit simpel in Darkest Dungeon, zie je wel. My god. Het is vooral vervelend dat er gewoon niet gescout wordt, joh. Some reward for a task well performed. Battle, waarschijnlijk. Oh nee, trap. Laat maar halen, bleed, nee. Oké. Watch your step. Watch your step. Oh mijn god. Game. Wat is er mis met je? Ik weet niet of dit de mods zijn of dat er. We gaan gewoon door. Ik ben gewoon koppig. En misschien dat het leven kost van een van mijn mensen, maar... Oh, fijn, Blight. Echt serieus. Is het... Ja, dat dacht ik al. Deze zijn op zich niet zo erg. Mooi. Oké, top. Dat hoop ik. Mooi, dat is goed. Blanket Fire is niet heel geweldig, maar daar kan ik wel tegen. Shank is minder geweldig. Dat is echt gewoon, oh mijn god, echt. Met de uitzondering van mijn ding is echt iedereen op Death's Door geweest. Hoe lang nog? Oké, gelukkig. Kan ik mezelf gewoon hier alsjeblieft, dankjewel. Top. Oké. Laten we hopen dat whatever er gebeurt. Nice, goed zo, mooie crit. Die is dood. Hij zal. Oh nee, hij mag niet. Dat is goed. Dat is ook goed. We staan alleen te hopen dat. Yes, gelukkig. En nou ben ik er niet meer zo bang voor. Toen net toe was het echt even. Jesus. Oh, weet je waarom? Omdat ik hem niet die bleed resist gegeven heb. Bam. Oh, fijn, top, geweldig. Heal hem alsjeblieft. Idem dit met jou, want hij heeft bleed en ik wil niet dat hij. De enige die ik wil dat dood bleed is hij. Oh shit. Kom op. Oké, nog een keer part heal voor de zekerheid. Dat lijkt me alleen maar verstandig. Zeker gezien alle omstandigheden die er omheen zitten. Jeez, echt serieus. Oké,
Okay, wat doen we? Ook niks. Dit misschien? Ook niks. Ah, wauw. Netjes. Mooi. Einde van het verhaal. Holy shit. The twisting tunnels seem a little less impossible. En ik heb eigenlijk niet eens dat ik echt zo heb van, oh, ik heb echt heel veel treasure opgehaald. Jesus. Ik had mijn andere Antiquarian had ik mee moeten sturen. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Oh, hey, dit is a man in a robe claiming communion with the divine. Madness. Dit is die dingen. En daar hebben we de bootswain. Nice. Van verder is niks, denk ik. Misschien wel de dingen. A mighty sword arm anchored by holy purpose. A zealous warrior. Oké. Wat eerst eens even mijn. Oh mijn god, wat wil hij? Hij is een gambler. Is dit mijn originele? Ik denk het wel trouwens. Dat het... hij moet... crap. Zucht. Echt ook, wat heeft hij verder eigenlijk? Nee, eigenlijk niet eens opgelet. Wacht even, stress. Want, Jesus, echt serieus. Oh my god. Het heeft ook niet heel veel geld opgeleverd, moeten we eerlijk zeggen. Het heeft vooral heel veel ellende opgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Dat, Jesus. Oké. Waar is die andere Antiquarian? Waar is die andere Antiquarian? Ik had er toch nog eentje? Waar is hij? Oh, hier. Ja. Maar hij moet gewoon alleen die nervous step moet hij unlocken. Dat is eigenlijk hetgeen wat echt het belangrijke is. Dat duurde toch iets langer dan ik in eerste instantie dacht. Zo zie je maar weer, niet iedere run is zomaar hetgene wat je kunt verwachten in de Darkest Dungeon. Tot een volgende keer.